Ik heb nog niet zoveel zenuwen, maar ik ben wel vooral spannend naar de reacties van straks. Dat zeker en vast. Ik denk dat de mensen dat echt fantastisch gaan vinden. Want volgens mij gebeurt dat voor de eerste keer in België dat twee designers samenwerken. Dus ik denk wel dat de reacties heel tof gaan zijn. Wat mogen de mensen zoal verwachten? Heel veel van ons allebei, ik zal het zo zeggen. We hebben heel lang gewerkt eraan. We hebben heel veel discussiepuntjes en heel veel leuke punten gehad. Maar wat logisch is, met lange twee creatievelingen. Ja. Online, offline, alleen noem maar op, het kan niet op. Maar uiteindelijk wat de mensen voor verwachten, een collectie die geïnspireerd is door ons twee. Ik zou zeggen, mijn signatuur, haar een beetje, ik zou zeggen, rebelsheid en ook commercialiteit, die ik soms dan een beetje mis. Maar we hebben alles een beetje samengegooid en letterlijk een combinatie van twee generaties. En dat ga je ook effectief op de catwalk zien. En hoe lang zijn jullie zo bezig geweest? Ongeveer 6 maanden. Ongeveer, ja. Toch wel een 6 maanden tijd. Ik bedoel, we hebben dat hals over kop op een zondagmorgen beslist via een WhatsAppje. En dan hebben we gedacht, ja, we beginnen eraan, niet wetende waar we aan begonnen, maar 6 maanden later staan we wel hier, ja. Ik moet wel eerlijk toegeven dat mijn inspiratie vooral komt van de jonge meisjes. Want wat ik vooral draag, wanneer ik uitga of naar leuke evenementen ga, hè, dat heb ik eigenlijk vooral erin gestoken. En Nikki, ja, van zo'n jarenlange ervaringen. Ik wil zeggen, de techniciteit heb ik er een beetje in gestoken. Ik zeg dan iets meer de maturiteit misschien ook, omdat mijn publiek dan ook wel naar een iets oudere leeftijd kan doorgroeien. En dan hebben we het vooral ook in de grafische elementen, denk ik, dat je iets meer mij ziet en in de lijnen ga je iets meer Chillem zien. Maar uiteindelijk, het is niet om te zeggen, het is een halve collectie Chillem en een halve collectie Nikki. Het is echt een collectie. Het is echt Chillem een collaboration. We hebben ook een slogan gemaakt van Together we can't save the world, but we can damn sure make you look amazing. En dat komt er ook op neer, want de dag van vandaag, wat er allemaal gebeurd is het voorbije jaar. Ik bedoel, niemand had dat zien aankomen, niemand vindt dat leuk, maar dat wil niet zeggen dat we niet mogen stralen op een dag zoals nu vanavond of in de komende dagen. De collectie was super en het was fantastisch. Vooral die lange jurk. En ik zei ook tegen Nikki, die is zo mooi. En zei, ja, misschien voor een volgende rode loper mocht je wel eens dragen. Dus daar kijk ik al naar uit, naar de volgende première in een jurk van hen twee. Het is de eerste keer dat ik zo'n show zie. Tine vroeg aan mij, wilde mee. Ik dacht, ja, leuk, eens gaan kijken. En dat is toch zo wel meer een feestje dan ik had gedacht. Ik dacht, dat gaat zo'n beetje zitten, kijken zijn naar modellen die passeren. Maar dat is helemaal niet. Je kunt dansen, je krijgt een drankje. Dus ik ben helemaal into modeshows. Ik heb vandaag ook weer Nikki gegaan, dus dat klopt. Ik werk al jaar en dag. Als ik op evenementen kom, draag ik Nikki van Cats. Het is een heel mooie collectie. Het is helaas niet in mijn maat. Het is alleen maar voor de vrouwen. Voilà, het is er helemaal af. Ik zou zeggen, let's start partying!